Je bent echt leuk. Ik ben Bram. Hij heeft de vorige keer gezegd dat hij handhavers ging pesten, hè? Nee, dat heb ik helemaal niet gezegd. Wat zei je, Playmobil-politie? Bram, in de buurt. Welkom bij een nieuwe aflevering van Bram in de buurt. Vandaag sta ik in... Arnhem. En ik sta hiernaast... Rosa. Met de brandende vraag... Ben jij dit jaar stout geweest? In verband met Sinterklaas, zeg maar. Dat... Ja. Jij bent dit jaar stout geweest. Het zou vast zo zijn. Ja. Wanneer niet? Nou, noem eens wat. Wat zijn die voor vragen? Weet ik veel. George is veel te aardig. Behalve onder de lakens. Want dan verandert George in een killing machine. Jouw woorden. De destroyer van Arnhem. Kom maar niet uit Arnhem. Ik ben wel een beetje stout geweest. Want? Ik heb geflirt met iemand van wie ik wist dat hij al een vriendin had. Maar heeft het succes gehad, jou geflirt? Wat was jouw techniek? Nou, oké, hij heeft me om naaktfoto's gevraagd. Oh nee. En die heb ik ook echt opgestuurd. Weet die vriendin ervan dat jij dat hebt gestuurd? Nee. Nog steeds niet? Dat denk ik niet. Maar misschien kijkt ze dit. Aan iedere vrouw die nu met haar vriend op de bank zit, kijk hem even diep in de ogen. Want misschien heeft hij wel naaktfoto's van Rosa. Ja. Succes. Bij welke BN'er zou jij door de schoorsteen willen kruipen, Alicia? Ik zou best bij Leo Klein even willen kijken, hoor. Benja Breuning. Nee, BN'er. Niet je buurjongen. En jij, Sjors? Weet ik veel. Wie niet? Wie niet? Ja. Willeke Alberti. Ja, oké. Okay, goed punt. Katje Schuurman. En hoe zou je die schoorsteen laten roken? In een fiksteek. Ik heb geen idee. Wow. Wil je ook een vagine vol vuur? Connect dan nu Robin. Ik sta hiernaast. Eiksjen. Hoe heet u, sorry? Chris. Zijn jullie dit jaar stout geweest? Daar ben ik mijn hele leven al geweest. Ja? Ja. Maar wat houdt het dan precies in? Nou, dat is niet veel onder de 18 te vertellen. Nee. Steekpartijen? Nee, is onzin. Is hij nooit stout? Ja, hij zegt elke dag dat hij elke vrouw wie die ziet, die een keer of 7, 8 achter elkaar neemt. Dus, maar ja. Ja. Ik heb zelf 4 kinderen en 3 kleinkinderen, maar het is mij nog nooit geluk. Nee. Is dit grootspraak of niet? Antonio, verklaar je nader. Die meneer is aan het raaskallen, die is in de war. Nee, er zit getuige bij. Zegt hij dat, zegt hij niet. Die meneer is helemaal in de war. Hij is zijn kluts kwijt. Kan die helemaal niet. Wat wil jij hebben voor pakjesavond? Joh, ik weet echt niet, wij vieren dat niet. Ja, maar maakt niet uit, wat wil je voor cadeau? Macarons. Macaroni? Nee, macarons met chocola. Ken je dat niet, die zoetige dingen? Nee, oh, echt lekker. Dat wil ik. Krijg ik die van jou? Als jij een pan macaroni wil met chocola, dan krijg je dat. Ja, doe maar een pan macaroni met chocola. Lekker. Ja. Wil je dat nou ook? Laat het weten in de comments. Rookt de schoorsteen nog? Ik denk het wel, ja. Het moet zo blijven, Sinterklaas. Ja. Wij gaan weer door. Okay. Ben jij meer van de Knex of meer van de Lego? Lego. Ik van de Knex. Oké. Maar ik niet. Nee. Nee. Knex, daar kan je zeg maar allemaal coole verbindingen mee maken en ook rondjes. Ja, Lego kan je huizen mee maken. Ja, maar Knex kan je echt hele banen mee maken. Ja, als je nou een baan van Lego maakt. Ja, maar dat rolt toch minder lekker. Lego of Knex? Knex. Dit was Bram in de Buurt voor deze week. Volgende week zijn we er gewoon weer met weer een brandende vraag. En check ook even de link in de beschrijving voor alle Bram in de Buurt video's. Is echt leuk. En ik ben ook op de radio te beluisteren. Van maandag tot en met donderdag van 7 tot 10. Ik zou zeggen, tot volgende week. En zoals we altijd zeggen... Joejoe. Joejoe.